Goed op de kaarten. Prachtig 1-2. Lindhorst bouwt het overzicht. En er komt de bal bij Gudel op de kaarten. En er is het toch 2-1 voor Hogeveen. Ja, het is echt onvoorstelbaar. En het past natuurlijk eigenlijk wel bij zo'n klassieker. Zo'n ontknoping. Want ja, Hogeveen stond gewoon op wankelen. En dan is het toch weer Guido ten Katen die de wedstrijd beslist. En wat een vreugde natuurlijk bij Hogeveen. Ja, het is dan een mini-klassieker. Maar ja, na drie nederlagen tegen HZVV smaakt dit natuurlijk voor Hogeveen wel lekker. Guido ten Katen. Guido ten Katen heeft een sterk linkerbeen, maar kan het ook met rechts. En dat bewijst hij hier. Hij schiet Hogeveen na een voorsprong van 1-0. En Hogeveen gaat verder. Weer met ten Katen. 1 man kwijt, 2 man kwijt en ook de keeper gepasseerd. Wat een geweldige actie van Guido ten Katen. En dan komt de bal bij Guido ten Katen. Wat is dit weer fantastisch. En dan is het Marcel Lindhorst die bal afrondt. 3-0 voor Hogeveen. Maar kijk nog eens naar dit balletje van Guido ten Katen. Ja, het past ook weer precies. Ja, en dit maakt het wel zo mooi om naar Hogeveen zaterdag te kijken. En is het, ja, als voorzitter van de Guido ten Katen fanclub natuurlijk wachten op dat ene momentje. Nou komt hij er. Ja, daar is hij hoor. Stuurt zijn tegenstander het bos in. Ja hoor, 6-0 voor Hogeveen. Guido ten Katen. Ja, hij pikt ook zijn doelpuntje mee. En wat voor een. Kijk eens. Och, wat een aanname. Hoge schoolvoetbal weer van Hogeveen deze middag. Dan de corner van Marcel Lindhorst. Wordt weggekopt. Komt de bal voor de voeten van Guido ten Katen. En daar is het zwaar 0-2 voor Hogeveen. Prachtig doelpunt van Guido ten Katen. Ja, ik zei het al, het was geen beste wedstrijd. Maar Hogeveen ging uiterst efficiënt om met de kansen die het kreeg. Maar dan vlak daarna. Hartman. Guido ten Katen. Oei! Daar trapt de doelman Jelmer Koes over de bal heen. En is het uiteindelijk Guido ten Katen die dat genadeloos afstraft. Ja, zo'n kans moet je hem natuurlijk niet geven. Hier nogmaals, Koes. Oei! Trapt over de bal heen. Goed uitgekapt dan door Guido ten Katen. Want anders was het schot geblokt. En hij brengt Hogeveen op een 0-1 voorsprong. Komt de bal uiteindelijk bij Guido ten Katen. Alle vrijheid. En wat een prachtig doelpunt weer. Van Guido ten Katen. Ja, hij krijgt natuurlijk de vrijheid. Maar je moet het maar even doen. En hier toont hij toch wel weer zijn klasse. Guido ten Katen. Oh, kijk eens wat hij gaat doen. Prachtige actie. En dan nog afronden. Ja hoor. Een typisch Guido ten Katen doelpunt. En de 5e treffer voor Hogeveen. 5-0. En we hebben nog niet eens een uur gespeeld. Opnieuw Benjamins. Guido ten Katen. Heel goed op dreef. Haalt dan uit. En hij scoort de 1-0 voor Hogeveen. En dan zitten we in de 17e minuut. Ja, ten Katen is vroeg in de voorbereiding al goed op dreef. Wordt de bal niet goed weggewerkt. Benjamins. Dan Guido ten Katen. Nou, let op. Krijgt ook wel heel veel ruimte trouwens hoor. Mag dan uithalen en dan is het 3-0 voor Hogeveen in de 56e minuut. De tweede treffer van Guido ten Katen. In de 57e minuut van Hogeveen op een 3-0 voorsprong doen. Dan Hogeveen nog een keer, Guido ten Katen. Nou, dan mag hij weer hoor. Omspeelt Posma en dan is het 4-1 voor Hogeveen. En zo speelt Hogeveen uitstekend, ondanks dat men dus nog lang niet compleet is. Komt de bal bij Guido ten Katen, trekt die bal dan voor op Ruben Roemer-Leeuwen. Komt die bal terug en ja hoor, daar staat hij weer. Guido ten Katen, hij heeft hem weer in liggen. En zo komt Hogeveen na 18 minuten op een 1-0 voorsprong. In de 18e minuut komt nogmaals goede aanval van Hogeveen. Ten Katen legt de bal op Roemer-Leeuwen. En die houdt dan het overzicht. 50e minuut, voorzet van Jan Benjamins. Ja hoor, en er is joh. Geef hem geen ruimte, want daar is Guido ten Katen met de openingstreffer voor Hogeveen. Je
Je denkt misschien, nou, hij gaat koppen. Maar neemt die bal nog aan en dan met zijn linker schampt hij de bal nog. En hij schiet de bal achter de kansloze doelman plat. Speelt die bal terug op Ben Plat. Oei, wat doet hij nu? Ja, die raakt de bal totaal verkeerd. En dan is het Guido ten Kate die het cadeautje van Ben Plat gretig uitpakt. Nogmaals die terugspeelbal op Ben Plat. Tja, laat het maar houden op zijn verkeerde been. Ach, Namir Hartman, prachtige bal op Ruben de Roemeleewang. Die legt de bal goed terug op Guido ten Kate. Ja, men gunt elkaar ook wat bij Hoogeveen. En zo is het 8 tegen 0. En pikt ook Guido ten Kate weer zijn doelpuntje mee. Maar op, Guido ten Kate. Oh, prachtig lift hij die bal in het doel. Ja, de mooiste treffer wordt voor het laatst bewaard. En zo wint Hoogeveen met 11 tegen 0. En haakt het aan bij de bovenste helft van de derde klasse. Ten Kate mag dan vrij uithalen. En dan zit de eerste treffer al in het net. Na 5 minuten is het 1 tegen 0 voor Hoogeveen. Ja, je ziet het. De beleving is er niet echt bij Hoogeveen. Ja, je mag natuurlijk verwachten dat de ploeg gewoon eenvoudig wint. Ruben de Haas. Guido ten Kate. En ja hoor, daar is het 3 tegen 0. Na ruim een kwartier gespeeld te hebben. Ja, en dan lijkt het weer een hele grote uitslag te worden voor Hoogeveen. In de 16e minuut komt Hoogeveen op een 3-0 voorsprong. Ach, Guido ten Kate, let op. Hoho, wat prachtig. Ja. Komt hij nog een keertje. In de vertraging. Koekoek. Lindhorst. Komt er wel weer Guido ten Kate. Oei, wat een prachtige actie. En een doelpunt voor Hoogeveen. Maar met name de actie vooraf was natuurlijk fantastisch. Kijk eens, Wesley Boertien het bos ingestuurd. Boertien die een aantal jaar geleden nog zei, ik ben de schaduw van Guido ten Kate. Die vindt dan Guido ten Kate. En die scoort op prachtige wijze de 5 tegen 0. Ja, tempo in de tweede helft was te laag bij Hoogeveen. Om echt op jacht te gaan naar de dubbele cijfers. En dan is het vervolgens Brian Lepel die alleen op de doelman afgaat. En let dan op wat er dan gaat gebeuren. Guido ten Kate. Ho, ho, ho. Wat een fantastisch doelpunt. Ja, de Guido ten Kate fanclub zal de handen op elkaar krijgen. Wat een fantastische treffer weer van Guido ten Kate. Ja, zijn specialiteit. De doelman denkt, wat moet ik doen? Ja, en dan kan ten Kate maar één ding doen. De bal prachtig in het doel schieten. Ruben de Haas. Diepe bal. Lindhorst. Vindt dan Guido ten Kate. En ja hoor, er is het dan 2 tegen 2. Ja, daar waar OZC dus verzuimt om de 3-1 te scoren, is het Hoogeveen dat in de slotminuten alsnog toeslaat via Guido ten Kate. Svies, lange bal. Op Marcel Lindhorst, geen buitenspel, zegt de scheidsrechter. Lindhorst legt de bal dan terug op Guido ten Kate, ook op het randje allemaal. Maar hij zit erin, het is 0-3 voor Hoogeveen. En dan is het een diepe bal van Ruben de Haas op Guido ten Kate. Staat alleen voor de doelman. Ja, ten Kate, hij speelde maar een half uurtje mee, maar scoort wel weer 2 keer. 2 intikketjes, maar hij schroeft zijn seizoen totaal wel weer verder op. Die houdt aan het overzicht. Vindt Guido ten Kate. Ja, en die krult de bal langs doelman Ralf Lente. En zo is het na dikke uur spelen 1 tegen 1. En ligt de eerste treffer van Guido ten Kate in het net. Maar dan is het Bart van Vliet die bal terugspeelt op doelman Ralf Lente. Ja, en die raakt de bal niet goed. Schiet de bal tegen Guido ten Kate aan. En zo'n buitenkansje moet je ten Kate natuurlijk niet geven. En zo heeft Hoogeveen de achterstand weggewerkt en staat het op een 1-2 voorsprong. Nogmaals dat ongelukkige moment van doelman Ralf Lente. Dan zitten we inmiddels in de 80ste minuut. Bal op Guido ten Kate en die lift de bal over doelman Ralf Lente heen en beslist de wedstrijd. Nogmaals vrije treffer van Guido ten Kate.
Is het Brian Lepel. Bal terug op Guido ter Kate. Ja, zo'n kansje moet je hem niet geven. En is het Hogeveen dat na 9 minuten op een 1-0 voorsprong komt. Bal belandt dan bij Guido ter Kate. Die soleert in het strafschopgebied en scoort dan op fraaie wijze de 3 tegen 1. En dit betekent natuurlijk de genadeklap voor WKE. Ten Kate die ook een verleden heeft bij WKE. In de 79. Guido ter Kate, prachtig 1-2. Lindhorst bouwt het overzicht en er komt de bal bij Guido ter Kate. En dan is het toch 2 tegen 1 voor Hogeveen. Ja, het is echt onvoorstelbaar en het past natuurlijk eigenlijk wel bij zo'n klassieker, zo'n ontknoping. Want ja, Hogeveen stond gewoon op wankelen en dan is het toch weer Guido ten Kate die de wedstrijd beslist. En wat een vreugde natuurlijk bij Hogeveen. Ja, het is dan een mini-klassieker, maar ja, na 3 nederlagen tegen HZVV smaakt dit natuurlijk voor Hogeveen wel lekker.